Het is Stiefbouwer en Frank. Stiefbouwer en Frank die de leiding nemen. En als die twee Tsjechen los zijn, dan moet je van goede huizen komen. Luister naar de kant, komt dan, is dat Berger? Nee, het is de twee. Het is de twee van Mathieu Trezeguet. En dan kan er toch een bres geslagen worden in die Franse defensie, om het zo maar te zeggen. Daar moeten ze er wel voor gaan zitten. We zien dat Stiefbouwer vol op de druk staat. Stiefbouwer nog altijd aan de ene kant Trezeguet, aan de andere kant Berger. Berger die aan de binnenkant moet komen. Berger dan misschien nee, als Trezeguet grip krijgt. En even moet lossen. Stiefbouwer nog altijd op die derde plaats. Met Dimitri Berger. En die Fransen die doen alles om te komen bij Stiefbouwer. Stiefbouwer nu wel. Nee, nog altijd niet. Stiefbouwer verdedigt zich met alles wat hij heeft. Die laatste bocht.